Welkom bij de Marktflits van maandag 24 oktober. Het is weer maandag, dat betekent dat er een nieuwe weekly candlestick is gestart. Ik vind hem niet zo heel interessant op dit moment en ik laat je zien waarom. Ik ga even stilstaan bij een on-chain indicator. Wat is nou een on-chain indicator? En ja, deze indicator voorspelt de bodem van Bitcoin op dit moment. Daarnaast blijkt Tesla nog Bitcoin op de balans te hebben. En de Tether, USDT, is uitgerold in heel Brazilië in 24.000 ATM-machines. En ja, wat betekent dat nou voor ons als trader? Ik sta nog even stil bij de rommelige economie in Europa en in Amerika. En ik laat even een poll zien van plan B, die eigenlijk wat minder rooskleurig is. En ja, wat doen wij daarmee als trader? En natuurlijk sta ik even stil bij mijn analyse voor Bitcoin en een klein stukje bij Ripple. Maar eerst geef even een duimpje, een like, als je, dan support je mij weer. En als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, dan klik je even op abonneren en subscribe of subscribe, want dan mis je geen video meer. De on-chain indicator. De blockchain maakt het mogelijk om een volledige transactiegeschiedenis van bijvoorbeeld de Bitcoin te analyseren en in kaart te brengen. En over de jaren heen is het analisten en bedrijven gelukt om deze rauwe informatie in een zogenaamde on-chain indicator te gieten, of meerdere indicatoren. En deze on-chain indicatoren zijn inmiddels een belangrijke tool om het koersverloop van Bitcoin of een andere coin te voorspellen voor ons. Ik pak er eventjes eentje bij die ik vandaag onder de loep neem. Wat deze on-chain indicator aangeeft is in het rode. Dat is de voorraad bitcoin, zeg maar, die op dit moment in verlies staat. Dat houdt in dat stel dat je bitcoin hebt gekocht voor een prijs van $40.000 en je hebt ze nog steeds in je wallet staan, dan sta je dus virtueel in het rood, omdat de waarde van bitcoin op dit moment $19.000 is. Nou, wat kunnen we hier nou mee? Op deze manier proberen we eigenlijk het sentiment te bepalen en daardoor bodems te voorspellen van de Bitcoin. Althans, dat is wat de interpretatie van de analisten die dit naar buiten brengen. Als we naar deze grafiek kijken, is het duidelijk te zien dat het virtueel in het rood staan de laatste maanden flink is gestegen. Want je ziet hier een heel klein beetje hierbovenaan en op een gegeven moment wordt het hier steeds meer en hier zitten we. Alleen begin 2020, toen de coronacrisis begon, en aan het eind van 2018, toen we ook die bear market hadden na de all-time high van toen de tijd, is het ietsje lager geweest. En dit maakt eigenlijk waarom op dit moment de analisten de conclusie trekken van Bitcoin heeft nu toch echt wel zijn bodem bereikt. Het belangrijkste is om echt naar de analyse zelf te blijven kijken, naar de prijsactie te blijven kijken. Want nieuwsberichten als dit moet je een klein beetje met een korreltje zout nemen. Alleen het is wel belangrijk nieuws. Iedereen leest het. Het geeft wel iets aan over het sentiment in de markt en mensen zouden daarop kunnen reageren. Dus ik verzamel af en toe van dat soort nieuwsberichten. Nieuwsberichten die zeggen dat het nog lager gaat. En daar heb ik er trouwens ook eentje van. Laten we daar gelijk even op inspringen. En dat was even kijken van plan B. Die heeft een poll onder zijn lezers gehouden. En wat geeft die poll nou aan? Ik pak hem er even bij. Was 17.600 bitcoin, 18 juni 2022, was dat de bodem. Daarbij heeft het merendeel gezegd van de 28.000 stemmen, ruim 28.000 stemmen, heeft gezegd nee. Dus die verwacht dat de prijs nog lager kan gaan. Dus dat geeft ook een beetje het sentiment van de markt aan op dit moment. En zo zit ik er zelf ook een beetje in. Mijn gevoel zegt wel dat dit de bodem is, maar ik zal zeker niet zeggen met 100% van oké, vanaf hier gaan we omhoog. Want ik hou echt nog wel een goede slag om de arm om erop te anticiperen dat de prijs nog lager gaat. En daar pas ik mijn hele strategie op aan. Anders had ik al lang een aantal trades gestart. Want echt een goede setup heb ik echt wel gevonden in de altcoins. Alleen ik neem nog even pas op de plaats en ik wacht op die bevestiging. Even kijken, wat is nog meer een leuk nieuwsbericht? Ik lees hier dat Tesla nog zeker 10.000 bitcoin op de balans heeft staan. En dat geeft ook wel weer het vertrouwen van een bedrijf als Tesla aan. dat ze nog steeds vertrouwen hebben in Bitcoin. Ze hebben het toen alleen van de hand gedaan vanwege milieuredenen. Hè? Dat het minen van Bitcoin ontzettend veel energie kost. En ja, dat past eigenlijk niet in hun bedrijfsbeleid. Desalniettemin hebben ze nog steeds Bitcoin op de balans staan. Ander leuk nieuwsbericht is dat in 24.000 ATM-machines in Brazilië de stablecoin Tether is uitgerold en gewoon beschikbaar. Hè? Dus door het hele land wordt die coin als betaalmiddel gerespecteerd. Nou, wat houdt het nou in? Als je net als ik heel veel op Binance handel, dan doe je wellicht dat net als ik tegenover de USDT. En in het verleden zijn er nog wel eens nieuwsberichten naar buiten gekomen. Is dat wel verstandig? Want het blijft een cryptocurrency, et cetera, et cetera. Nou, dit geeft aan dat een land als Brazilië zelfs deze coin gewoon als wettelijk betaalmiddel neemt en gewoon beschikbaar stelt voor al hun inwoners. Want je kunt er gewoon... Je kunt het gewoon uit de betaalmachines halen. Wat zegt Brazilië nou? Op dit moment staat Brazilië op 9e plaats van een lijst gesorteerd op bruto nationaal product. Nou, zo zie je maar. Nederland die staat ergens op 18. Het is geen kleine economie. Dus dat zegt wel wat over deze coin. En ja, voor mij weer een bevestiging dat ik er geen probleem mee heb om op Binance te handelen tegenover deze coin. Even kijken, wat is nog meer leuk om te melden? Even kijken. Nou ja, eigenlijk weten we wel dat het gewoon ontzettend moeilijk is. De banken hebben het moeilijk. De Europese Centrale Bank heeft het steeds moeilijker om de rente te bepalen en te bepalen van wat kunnen we daar doen aan de mega grote inflatie. En hetzelfde geldt voor Amerika. In Amerika verwachten ze zelfs een rente van boven de 5% in maart 2023. Ja, het is een beetje verdeeld, de meningen die ik steeds lees in het nieuws. De ene verwacht bij een hoge rente dat het een probleem wordt voor Bitcoin. Aan de andere kant verwachten ze juist daarom weer dat mensen een verschuiving maken naar de Bitcoin in plaats van andere zaken. In Amerika kun je nog wel, even kijken, tegen een zeer aantrekkelijke rente in Amerikaanse staatsobligaties stappen. Die geven een gemiddelde rente van 4%. En daarmee pak je dus op de Amerikaanse dollar een gegarandeerd rendement van 4%. En wat ten opzichte van de onzekerheid van Bitcoin en andere aandelen voor veel investeerders toch best aantrekkelijk kan zijn. Nou, een beetje rommelige markt dus. Dan gaan we even naar de grafiek toe. Even kijken, de MACD op dit moment is vrij vlak en dat hoe langer die vlak blijft, hoe meer kans op een flinke beweging. Maar die beweging kan zowel bullish als bearish zijn, dus dat halen we hier niet op. Alleen hoe langer die vlak blijft, kondigt dat vaak aan van als die gaat, dan zou die best wel eens goed kunnen gaan. Even kijken, ik wil de Crown CME Expo Indicator er even bij pakken en dan zien we dat het sentiment van de institutionele beleggers iets meer naar bearish is gegaan. Hè. Zij gaan op dit moment short, al is het maar een klein beetje, ze zitten onder die lijn. Hè. En dat is best wel, best wel een dingetje en dat maakt voor mij nog wat meer terughoudend, want dit zijn wel de grote jongens, die blauwe lijn. Die weten waarover ze het hebben. Met verantwoordelijkheden over echt de miljoenen, soms miljarden. Dus ja. Het liefst zie ik natuurlijk dat deze blauwe indicator aan de bovenkant van die nullijn ziet. Want dat is voor mij dan een bevestiging voor het longgaan. Op dit moment is het nog niet zo ver. En ik zal je ook laten zien waarom ik de weekly candle niet zo heel interessant vind. Dat is eigenlijk, hij geeft op dit moment nog niet zoveel aan. Weet je, het is eigenlijk een klein beetje groen en een klein beetje rood. En dan weer hier een stukje groen en hier een klein beetje rood. Dus het is gewoon continu onbeslist. Er moet echt wat gebeuren in een hoger level of in een lager level. Willen we een beweging in de markt zien. We zien higher lows op dit moment. Behalve deze piek naar beneden, die rode. Die vervolgens ook weer omhoog is gedreven en uiteindelijk eindigt in een bijna doji candle. En dat betekent ook weer onbeslist. Vervolgens is er een groene candle met een lange staart naar beneden. Dus die prijs is omhoog gedaan en nu ontstaat er weer een rode candle. Ja, die candle duurt nog de hele week, maar op dit moment zit die vrij aan de bovenkant. Dus het is nog wel een beetje opwaarts duwende kracht. Eventjes door weer naar de daily candlestick. Nou, waar ik vooral op wacht is die uitbraak naar boven. Ik wil dat hij de high van vrijdag 14 oktober, dat hij die voorbij gaat en het liefst ook significant en dan met een pullback naar beneden en op een hoger level zijwaarts gaat dan wel schuin licht omhoog. Dat is waar ik op wacht en daar liggen weer de kansen om in te stappen. En tot die tijd ben ik voorzichtig en eigenlijk als ik de beslissing van de grote jongens moet geloven, hè, de institutionele beleggers, ja, die gaan zelfs nu weer een short pakken, dus die verwachten weer wel een leveltje lager. Dus het is echt heel tegenstrijdig wat ik steeds lees in de berichten en wat ik zelf ook uit mijn analyse haal op dit moment is geen hele duidelijke indicatie van we gaan weer omhoog en we gaan weer omlaag. En dat geeft ook eigenlijk het sentiment aan wat er op dit moment op de hele wereld gaande is. En die onzekerheden in al die financiële markten met alle prijzen die omhoog gaan en de kosten die we moeten gaan betalen voor gas en licht. Dat speelt natuurlijk niet alleen in ons land, maar dat speelt overal. En ja, wanneer gaan mensen nou hun vertrouwen in Bitcoin weer stoppen of in geld in Bitcoin stoppen omdat ze het voldoende vertrouwen. Dat is gewoon een beetje koffiedik kijken op dit moment. Kijk, dat er iets gaat gebeuren en ik verwacht echt wel weer dat die prijs omhoog gaat. Maar ja, we zitten gewoon in een situatie dat de prijs gewoon nog een level naar beneden kan gaan en daar weer verder kan gaan zoeken. Lang verhaal kort te maken. In deze tegenstrijdige informatie verwacht ik zelf dat de prijs voorlopig nog zijwaarts blijft gaan. En ja, uiteindelijk ons dan weer een level laat zien of ietsje lager of ietsje hoger. Ja, heb je daar nou wat aan? Nee, niet direct, dat snap ik. Maar dat is wel het leven van een swingtrader. En dat brengt mij gelijk tot het volgende punt. Dit is het mooiste moment om je echt te gaan verdiepen in het handelen. Zorg dat je kennis op gaat doen. Zorg dat je die technische analyses gaat kennen. En lift niet continu mee op mensen zoals ik op andere mensen totdat wij zeggen dat het moet. Je moet het zelf kunnen. Als jij het verschil wil maken, dan moet je geen mensen volgen op YouTube. Dan moet je gewoon zelf in staat zijn om die analyses te maken. Dus maak gebruik van deze tijd die je nu krijgt van de markt om kennis op te doen. En wacht niet tot de markt weer bullish is, hè, en je dan nog je kennis op moet gaan doen en vervolgens weer veel te hoog instapt en dat de markt eerst weer naar beneden gaat. Want hoe mooi is het als je al in de markt zit en hij gaat dan omhoog en je hebt de kennis ervan. Dus dat is waar je nu je voordeel mee kunt doen. En ik kan je daarbij helpen. Ik ben een trading mentor. Ik geef naast de masterclass staan er ook heel veel lessen klaar voor je op het leerportaal van Trading Dutch. Kijk maar eens op tradingdutch.com/trainingen. En dan zul je zien wat daar allemaal te krijgen is. Nog een klein stukje Ripple. Even kijken. Moet hij wel openen. Dan ga ik even naar het nieuwsbericht van Ripple. Ah, daar komt hij al. Even kijken. Nou ja, zoals jullie weten is er een rechtszaak tegen Ripple bezig. En nou ja, op zich ziet dat er allemaal goed uit. En als Ripple eruit komt, dan verwacht ik dat Ripple... Want die is echt goed aan de weg aan het timmeren. Dat is echt een van de meest gerenommeerde crypto coins op dit moment. En... Een van de eerste cryptomunten met een heel gedegen plan en een goede visie en strategie erachter. Dus dat maakt Ripple tot echt een interessante coin. En zoals je dus al ziet dat ondanks die rechtszaak en alles gesapig naar rechts is gegaan, hebben zij echt wel weer een piek gemaakt. En die piek, even om een cameraatje heen kijken. Laten we van de bodem naar de top, dan is dat 72%. Nou, dat is echt uitzonderlijk, zeker in deze tijd. Dus dat geeft al aan dat Ripple gewoon een interessante coin is. En hetzelfde geldt voor dat instapmoment tot dat plafond wat ik getekend heb. Hè, het eerste plafond wat ik, eerste goede grote het stevige plafond wat ik tegenkom, dat is die groene balk. Uiteraard bij deze zwarte lijn hebben we nog een klein plafond en aan de bovenkant van deze Candles hebben we ook nog een plafond. Hè? Dus stel dat ik hier een positie inneem, dan zorg ik dat ik alvast bij het eerste target iets eruit haal en bij het tweede target iets eruit haal, omdat ik gewoon niet ga wachten tot hij het derde target haalt of überhaupt dat misschien wel bereikt en dat je dan naast de pot iets doet. Even kijken. Ja, dus hier verwacht ik een mogelijk instapmoment. We hebben de high van 20 oktober zijn we al voorbij geweest. Echter de candle van vandaag die is weer rood. Dus ik wacht eventjes hoe die uitspeelt. Als we kijken naar de MACD indicator. Ik zal deze even weghalen, want die is verwarrend. Die geeft namelijk niks extra's aan voor deze grafiek. Even kijken. Dan zien we wel dat het bearish momentum is afgenomen. Nou, ik wil dat niet direct zeggen dat hij niet hier weer toe kan nemen. Ik wil even kijken wat deze candle vandaag doet en wat de candle van morgen ons brengt. Want voor hetzelfde geld gaat hij weer hier langs deze lijn. En eigenlijk hoop ik daar een beetje op, want dat is een mooi instapmoment. Ja, dus even kijken. Stochastic. Nog even erbij pakken. Stochastic is wel weer hier boven geklommen en daarna is hij weer onderweg hier naar beneden. Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal wat hij aangeeft. We wachten tot deze candle, rode candle klaar is. En wat geeft hij ons dan aan? De lichtblauwe lijn hier is de pivot points lijn. Die is hier doorbroken. En dat is ook weer een positief bullish signaal. En voor de pivot points indicator betreft zou die hier gelijk naar dit punt moeten gaan. Hè, dat is wat deze indicator voorspelt. Ik ben wat voorzichtiger door om al die redenen die ik in deze marktflits al heb verteld. En ja, dus ik bekijk eventjes wat deze doet. Maar mogelijk dat ik hier nog een trade instap. En voor de rest is het vooral geduld hebben. Nou, ik zie dat ik alweer flink over de tijd heen ga. Want ik wil deze marktflits eigenlijk maximaal 10, 15 minuutjes hebben. En we zitten alweer op de 17 minuten. Dus ik ga mijn mond houden. Heb je vragen? Laat het even weten in de comments. Wil je een uurtje met me sparren? Maandelijks verloot ik een uurtje onder de volgers. Of je nou via Instagram of het leerportaal, wat dan ook, kan je een uurtje met mij sparren. Laat het me even weten in de comments. Of op een andere manier dat je mij bereikt. En dan kunnen we jouw technische analyse doornemen of wat je dan ook wilt. Dat is het voor nu. Vergeet geen like te geven en je te abonneren op dit kanaal. En ik spreek je.